even de cellenrijd nog zien, omdat wij vinden dat die toch van Hemrijs in Kentucky. Ik heb eerlijk, dat zeg ik hier ronduit, ik heb het al meer gezegd, wij gaan er niet weer heen. Het is een moeite dat je zo'n paard gaat kopen. Toch staan er een paar waarvan ik zeg, oh, die zou ons passen. En toen deze kochten, hebben we ook zaken gekocht, omdat die dus in de onderdanen, en want zie je daar heel veel problemen mee met de benen, in de onderdanen gewoon dicht bij ons velden paard staat. De hals is natuurlijk fenomenaal van die Settlebreds, maar ook het karakter van deze paarden zijn ook formidabel. We hebben gelukkig Marvel eruit. En inmiddels moet ik u zeggen, ik denk dat er dit jaar ook een schitterend jonge hengst van een andere eigenaar op de keuring komt. En ik denk dat er een paar jonge hengsten op volgens zijn dat fenomenaal is. Hij wordt weinig gebruikt, misschien maar gelukkig, zeg ik altijd maar. Want daar is hij ook iets voor gehaald. Soms kon hij helemaal een lichtig paard optrekken. En er zal net een schaamte met de hekjes. We hebben 10 hekjes geprobeerd, alleen even de stoel te slaan. En zo kan het zelfs net zo zijn, die zullen we 10 moeten proberen. Larix, we hebben daar super beste jonge hengsten met Hofok. Volgend jaar komt die naar de eigenschap van de Fabricius in, want laten we eerlijk zijn, de Fabricius zijn fantastische paarden. Maar de mondjes van de Fabricius zijn nog wel wat een probleem. Dat heeft deze niet. Deze hebben een super beste mond erop. Paard passeert er goed. En ik verwacht dat deze op de kruising met de honden van Renovo's en de paarden die we goed hebben, het geweldig goed doen. En dat heeft deze absoluut meegekregen. Ja, een applausje denken. Nou, ik zeg dat ik meer door de hele de paard aan. Bedankt. We hebben nog één succesindex voor de Simmelkleur. Is natuurlijk qua index van achterop. Moeders en grootmoeders. Dus wie weet geeft zich daar nog wat in door. Hij heeft natuurlijk haar eigen producten te. Hebben ze wel zo'n fijne paarden? Hebben we al iemand? Daar hebben we geen ander bloed voor nodig. Deze al zeker. Nou, u weet het verhaal van de Fortissimo en Harald, kom maar! Het grof lijken en als je ze nou ziet op 10, 12, 15-jarige leeftijd, dan zijn ze zo hard als een wikkel. Het paard was het waarde in de fokkerij, vooral denk ik aan moederskant gaat bewijzen. Die heeft heel veel beste Fortissimo en Harald gelopen. En zelfs hier op de baan tegenwoordig ook al prima paarden gaan lopen. Vooral op Renovo-merries kan ik u zeggen dat hij het fantastisch doet. Er is heel veel vragen aan deze heks over de dekking hier. Even iets terugstaan, hij is klaar aan de heks. Voor de koolstof. Niet verliezen hoor. Hier krijgen we dus het eerste resultaat van onze Settlebred, de Frans, de Hengst Marvel. Ah, ja, we zien nou nog meer genieten als u. Die moet wat zwaarder worden, maar dat is een fantastisch dier. Oh. Ah, deze gaan we wat bij je, heel raar weg. Ja, daar komt hij aan. Kijk eens, niet harder. Niet harder. Na Mano en na Milano, ja, daar had ik 30 jaar wat moeilijk mee. Ik ga er mee aan deze keer straks absoluut de lippen om. Overtuigd. Kijk, dat opkrullen van de paarden naar voren mee. Super.
Maar in ieder geval een Fokkengs die het beste koppelbeulens heeft laten zien. We gaan nu kijken wat ze thuis waard zijn, de jonge jongens, want daar gaat het natuurlijk over. Ik denk dat het een van de Renovo's is qua fokkerij wat het meeste van over ziet. Maar we zullen daar wachten. Paas, dat is een werkleer. Wij hebben hem niet apart klaargemaakt. Hij moet gewoon iedere dag het werk doen. Hij staat bij Lambertus. Je ziet hoe de paard nog achter de zaak beweegt. Waar een groot verhaal bij is natuurlijk, die was 4 jaar goedgekeurd, was 3 jaar werd afgewezen. We hebben hem gekocht voordat hij goedgekeurd werd. We hebben hem in tuigen uitgebracht en kon daarvan is hij goedgekeurd. Kreeg een groot verhaal aan de lijf met Elmo. Eigenlijk een beetje omdat toen het verhaal rondom de zwarte natuurlijk weer daarna dat vroeg. En niemand had door dat hier eigenlijk een tophek stond. Dat zeg ik maar ronduit en eerlijk. En wij hadden steeds in het hoofd dat we een topper hadden. Nee. En dat is later ook gebleken, want in de competitie en het kampioenschap van Nederland gelijk op de tweede plek komen. Dat is natuurlijk fenomenaal. Ik heb ook wel eens gezegd, hij is misbruikt, dat is jammer. We hebben te veel moeten gebruiken om hem toch in de competitie en overal in... hij moest zich reverseren. En geef hem nu wat meer rust, komt dit jaar ook niet meer in het tuig uit. En gaat straks naar het station van Vermaanen. Er is erg veel vraag naar dit paard. En is straks in heel Nederland gewoon via Kain te krijgen. En dan krijgt hij een wat rustigere tijd, denk ik. Ja, Kees Hamer, een van de mooiste jonge paarden, denk ik, die er toch nog is. We hebben nooit in deze. Maar goed, hij heeft goed gekeurd. En dan moet ik het zelf even bekijken. En daarom. Ja, deze moet nog wel 3 keer terugkomen hoor. Die wordt steeds beter. Wat is er los van, man? Hij te veel. Ja. Hij komt wel. Waarom sta je er? Ik zit een aantal jongens mee. Aris, heb jij hem even? Kijk nou, breng je zich goed eronder. Bedankt mannen! Dit is Harald, ik denk dat dit een hengst wordt waar we over een jaar of 5 van pas echt gaan praten. Hebben langer nodig gehad om door de jeugd heen te komen, is ook laag gewaardeerd. Nu beginnen de jonge Harald te komen. En ik denk dat hij ook rustig aan moet doen als u een Harald hebt. En hij is al 3 jaar nog niet goed genoeg. Lach maar een jaartje, want ze hebben iets langer nodig dan normaal. Er zit weinig hekje, geen hekje bloed in. Maar belaag ze maar, ze komen absoluut terug. Super paard in het voorbeeld.
Nou, één rondje van Harold en één rondje van Pilano en dan gaan we twee bolletjes halen. Kijk even van Pilano. Mooi jongen. Fijne jaar jongen. Oh, super. Ja, maar nu is het. 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 Ja,